In 2021 maakte ik een serie waarin ik maandelijks mijn maandelijkse uitgaven ging delen. Dit deed ik om meer inzicht te krijgen van mijn uitgaven en er gewoon meer bewust van te worden wat ik zo uitgaf in een maand en waar mijn geld naartoe ging. Na een aantal maanden ben ik gestopt met het maken van die videoreeks. Maar na 2 jaar dacht ik van, weet je, dit is eigenlijk heel erg leerzaam, want ik keek die video's van mezelf terug. Mijn levenssituatie op dat moment was zo anders in vergelijking met nu. Dus ik dacht, laat ik nieuw leven in deze serie gooien en het weer gaan uitvoeren. Dit keer wel met een kleine verandering, want voorheen ging ik iedere week af en liet ik weten wat mijn afschriften waren voor die week. En zo kon ik ook delen wat mijn uitgaven waren. Nu ga ik het per categorie aanpakken. En mijn levenssituatie is op dit moment ook heel anders. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik uitgeef per maand, kijk dan vooral verder. Over geldzaken praten is natuurlijk heel erg persoonlijk. Ik heb daar nooit moeite mee gehad. Vanaf kinds af aan vond ik het heel interessant om ermee bezig te zijn. Ik was er ook altijd bewust van. Ja, en ik vind het ook interessant om het van anderen te weten. Puur omdat ik het ook heel erg leerzaam vind. En iedereen heeft natuurlijk een andere leefomstandigheid. En je kan het ook niet met elkaar vergelijken. Maar ik wil gewoon open kaart spelen. En ik hoop hiermee mensen te kunnen inspireren, mensen iets te kunnen meegeven en er ook zelf van te leren. Want we zijn allemaal mensen, we zijn niet perfect en onze relatie met geld is ook niet perfect. Laat ik eerst even beginnen met een omschrijving van mijn huidige levenssituatie. Ik ben op dit moment 25 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Amsterdam. Daarnaast werk ik fulltime en heb ik eigenlijk 2 banen. Ik werk voor 32 uur in de week voor een werkgever en ik werk voor mezelf. Hoeveel uur dat per week is, verschilt heel erg. Maar ik werk als content creator, influencer. Soms werk ik op freelance basis voor wat opdrachten. Dus je kunt wel zeggen dat ik 2 of meerdere inkomstenbronnen heb. En mijn uitgaven zijn verdeeld onder 3 categorieën. Persoonlijke uitgaves, zakelijke uitgaves en gezamenlijke uitgaves. Omdat ik samen wel met mijn vriend hebben we ervoor gekozen om een gezamenlijke bankrekening te hebben. En maandelijks storten we een x-bedrag naar die rekening. En van dat geld betalen we onze huur, vaste lasten, boodschappen. Ja, dat is zeg maar alles wat naar onze gezamenlijke rekening gaat. En daar wordt alles van betaald. Dan mijn persoonlijke rekening. Dat zijn gewoon mijn persoonlijke uitgaves. Mijn eigen uitgaven, waar mijn partner niks mee te maken heeft eigenlijk. En dan heb ik een zakelijke rekening voor mijn zakelijke uitgaven. Dus ik heb als voorbeeld deze maand een nieuwe laptop gekocht. Het is wel een uitgave voor mij, maar die telt niet mee als persoonlijke uitgave. Omdat dit mijn eerste money diary van dit jaar is, ga ik wel even alle categorieën af. Maar ik ga even kijken hoe ik dat in de aankomende maanden ga doen. Met deze video's wil ik eigenlijk alleen focussen op mijn persoonlijke uitgaves en niet op onze gezamenlijke. Ik betrek het er wel een beetje bij, maar ik ga er niet gedetailleerd op in. Laten we gewoon beginnen met de zakelijke uitgaves. Want mijn telefoonabonnement zit hierin, mijn internetabonnement en mijn boekhoudingskosten. En dat in totaal is per maand 173 euro. We hebben er bewust voor gekozen om internet onder mijn zakelijke uitgaven te zetten. Want dat was gewoon voordeliger in plaats van dat we het particulier deden. Dus vandaar dat die onder deze categorie valt. Dat zijn dus mijn maandelijkse vaste uitgaven dat ik voor mijn zaak spendeer. En een variabele uitgave deze maand voor de zaak was het aanschaffen van mijn nieuwe MacBook. En dit was bijna 2500 euro. Maar ik kreeg een teruggave van mijn oude MacBook. Want die had ik ingeruild. En dat was 500 euro. Dus dat scheelde ook wel weer wat geld. Dan de gezamenlijke uitgaves. Ik maak 1300 euro per maand over naar de gezamenlijke rekening. En hiermee betaal ik mijn deel van de huur. Mijn deel van gas, water en licht. Mijn deel van eventuele verzekeringen, wat zit er nog meer onder, boodschappen. En soms komt het wel eens voor dat we iets meer geld nodig hebben omdat we
meer uitgeven. En dan stort ik nog wat extra. En we hebben zelf ook een hele berekening gemaakt voor ons. Van hoeveel er daadwerkelijk op de gezamenlijke rekening komt. Waar alle geld naartoe gaat. En ook hoeveel we over hebben om te sparen. Om leuke dingen te doen. Dus we hebben een hele berekening. Het scheelt dat mijn vriend een finance achtergrond heeft. Dus wij zijn wel heel erg bewust met ons geld. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Mocht je het interessant vinden, ik heb een template van ons financiële overzicht op Etsy gezet. Dus je kan de template daar op aanschaffen. Het kost maar een paar euro. Gewoon een paar euro voor de moeite. Maar als je hem wil gebruiken, dan kan dat. Iets waar ik wel eventjes op detail inga van onze gezamenlijke uitgaves, is onze boodschappen. Want ik vind dat wel een interessante. Hiervoor maken van tevoren ook een soort van begroting hoeveel we denken uit te geven per maand aan boodschappen. En dit is ongeveer tussen de 400 en 450 euro per maand. Ik vind dat heel veel geld, maar voor twee personen is dat wel te doen. En onze boodschappen bestellen we vaak via Picnic. Of we gaan naar een fysieke supermarkt. Maar 9 van de 10 keer bestellen we het. En we hebben af en toe een HelloFresh box. Dit ligt er ook aan of we de recepten heel erg leuk vinden. Of dat we even willen experimenteren met recepten. Maar 9 van de 10 keer bestellen we gewoon onze boodschappen. En gemiddeld zijn we per boodschapmoment 50 euro kwijt. En natuurlijk doen we ook af en toe leuke dingen. Eten we buiten de deur. En met z'n tweeën zijn we gemiddeld iets van 40 euro in totaal kwijt. Als je dat bij elkaar optelt, gaat het geld wel snel. Voorheen deden we echt meerdere keren per week buiten de deur eten. Nu is dat wel afgenomen. Dan gaan we door naar mijn eigen uitgaves van de maand januari. Ik heb het onderverdeeld in vaste uitgaves, variabele uitgaves en overige uitgaves. En onder vaste uitgaves zit mijn zorgverzekering, mijn sportschoolabonnement, Spotify, Netflix abonnement, mijn reisverzekering, mijn lenzen en mijn Apple storage. En als ik alles bij elkaar optel, komt mijn totaal op 266 euro en 33 cent. Volgens mij zijn dit al mijn vaste uitgaven. Het kan zijn dat ik iets vergeten ben in mijn overzicht, maar ik denk in ieder geval dat dit het is. Een variabele uitgave, wat wel een maandelijkse uitgave is, zijn mijn reiskosten. Nu ga ik niet heel vaak met het openbaar vervoer, soms wel, soms niet. Het ligt eraan, wat ik ook ga doen die maand. Maar afgelopen maand kreeg ik een factuur van 65 euro, want ik betaal op rekening. Ik heb daar ooit voor gekozen, zo hoef ik niet elke keer op te waarderen. Dus eind van de maand, volgens mij eind van de maand, of elke maand krijg ik een overzicht van wat ik moet betalen. En dit keer was het 65 euro. Mijn persoonlijke uitgaven heb ik in verschillende categorieën verdeeld. Begin van de maand budgetteer ik wel een klein beetje, zodat ik een idee heb hoeveel ik kan uitgeven. Maar ik moet zeggen dat ik er wel van afwijk. Ik weet dat ik altijd wel een buffertje heb en ik ben er wel bewust mee soms. Weet je wat het zo is? Ik wil niet constant op mijn geld letten. Als ik het wat krapper heb die maand, dan ben ik wel wat voorzichtiger. Maar als ik geen geld kan uitgeven, dan geef ik het ook niet uit, zeg maar. Maar wanneer ik dat wel kan doen, dan wil ik dat ook gewoon kunnen doen. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen maand niet heel veel buiten de deur heb gegeten voor mijn doen. Ik heb wel wat uitgaves in deze categorie. Zo heb ik een koffietje gedaan met een vriendinnetje. Heb ik een bagel gehaald voor lunch. Ben ik met Rits wezen lunchen buiten de deur. Dat had ik getrakteerd. Heb ik ook nog buiten de deur even een snelle hap genomen. Omdat het zo uitkwam. Dat ik even onderweg moest eten. Ook heb ik donuts gehaald als verrassing voor mijn Rits. Ging met oud-collega's uit eten bij Loetje. Ik moet zeggen, Loetje is best wel prijzig voor wat je krijgt. Maar ja, als je niet heel vaak uit eten gaat, is dat niet erg. Dan ben ik ook met een vriendinnetje wezen lunchen. En heb ik onderweg Starbucks gehad. Ik moet zeggen dat ik minder coffee to go's ben gaan halen. Ook omdat het steeds duurder wordt natuurlijk. Maar op zijn tijd vind ik het nog wel eens prettig. En ik probeer nu ook 9 van de 10 keer mijn eigen beker mee te nemen. Zodat ik toch een klein beetje geld kan besparen. In totaal heb ik
afgerond 135 euro uitgegeven binnen de categorie eten en drinken. En ik had van tevoren 100 euro gebudgeteerd ervoor. Ietsjes eroverheen gegaan. Dan heb ik een klein beetje geld uitgegeven aan kleding. Want ik wilde namelijk nieuwe gymwear. Want het was nodig toe aan vervanging. Ik moet zeggen dat ik er best wel lang mee doe. Dus dan vind ik het ook niet erg om daar geld aan uit te geven. Dus ik heb nieuwe gymwear gekocht. En ik heb bij de Zara een aantal nieuwe items gehaald. Dat was het enige wat ik qua kleding heb gekocht deze maand. Dat vind ik voor mij nog best wel meevallen. Uiteindelijk ben ik wel op een bedrag van 285 euro gekomen. Dat is veel geld. Maar gymkleding is ook duur. Maar ik doe er wel minimaal 2 jaar mee. De laatste keer dat ik kwalitatieve gymkleding heb gekocht is ook alweer bijna 2 jaar geleden. Dus ik doe er lang mee. Dus dat kan. Girl mad. Dan heb ik ook nog een categorie cadeau. Want ik had eigenlijk in december wat cadeautjes voor de anniversary van mij en Rits gehaald. Maar in januari had ik ook wat uitgegeven aan cadeaus. Dus dat was de uitgave voor januari was 60 euro. En dan hebben we een categorie verzorging. Ik was namelijk naar de Kruidvat geweest om een aantal dingetjes te halen. En in totaal was ik 32 euro daaraan kwijt. Dan heb ik mijn laatste categorie waar ik uitgaven voor heb. En dat is de categorie shopping of nou ja, kleding, verzorging. Dat valt ook wel een beetje onder die categorie. Het is meer om bewust te worden in welke categorie ik mijn meeste uitgaven heb. Dus onder shopping valt online aankopen en random aankopen in de winkels. Dus ik heb wat dingetjes besteld op AliExpress. Dat is niet allemaal nog binnen. Maar ik heb wel een bestelling geplaatst. En in totaal was dat 36 euro. Dan ben ik naar de Flying Tiger geweest om 1 klein dingetje te halen. Dat was een plateautje. Dat was 4 euro. En dan heb ik ook nepnagels besteld. En dat was volgens mij inclusief verzendkosten iets van 29 euro. Dus als we al mijn uitgaves bij elkaar optellen van deze maand, komen we op een bedrag van 580 euro en 94 centen. Dus als we nu alles bij elkaar optellen, 1300 euro naar gezamenlijke rekening. Voor huur, boodschappen, gas, water en licht. Al mijn vaste uitgaves van de maand, dat is 266 euro en 33 cent. Mijn variabele kosten van de maand, dat is nu 65. En al mijn andere uitgaves van de maand. Als we dat allemaal bij elkaar optellen, komen we op een bedrag uit van 2212 euro en 27 cent. Dat is bijna het dubbele dan dat ik in 2021 heb uitgegeven in een maand tijd. Ja, zo zie je maar weer als je levenssituatie verandert, heb je ander soort uitgaves. Nu ik het zo allemaal vertel, klinkt het heel onoverzichtelijk. Maar als ik naar mijn beeldscherm kijk, naar mijn financiële overzicht, is het zo duidelijk. Maar ja, ik zit ook even hardop na te denken hoe ik dit de volgende maanden ga aanpakken. Mocht je ergens behoefte aan hebben, nieuwsgierig naar zijn, laat het vooral weten. Wie weet kan ik dat in een volgende video verwerken. Kan ik dat ook gaan toelichten. Maar voor nu is dit het wel. Dit waren mijn uitgaves van de maand januari 2024. Als ik zo op deze maand reflecteer, vind ik dat ik het nog best wel oké heb gedaan. Wat ik meeneem naar de volgende maand is om dit gewoon elke maand bij te houden. Bewust te zijn van mijn uitgaves. Kan ik ergens op besparen in mijn gedachten? Niet per se. Ik ben wel eigenlijk tevreden met deze maand. Ik ga ook eventjes nadenken wat voor money gerelateerde video's ik in de toekomst kan maken. Want ik vind het een heel interessant onderwerp om erover te hebben. Ik denk dat deze video meer een kick-off is voor de toekomstige geldgerelateerde video's die op dit kanaal gaan komen. Mocht je nu iets hebben van, oh daar wil ik wel een video over zien. Zoals geld sparen, geld besparen, budgetteren, met geld leren omgaan, noem het maar op. Laat het dan vooral weten, want ik wil daar graag wel video's over maken. Dus ja, voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Ik ga genieten van mijn laatste beetje koffie. En tot de volgende keer. Doei!